Allemaal, vandaag is het 27 juli. Het is al 12:15. Ik heb hier eieren staan waar dino's uitkomen als het dino's zijn. Die komt eruit. En hier komt die uit. En hier komt allemaal. Komt niks. Jawel. Wat er is gebeurd sinds gisteren is dat er nu zitten van die. Van die barsten in het ei, dat was gisteren niet zo. Die scheuren. Er hangt een nieuw schilderij. Of doek. Plaatje, afbeelding. Van het boerenleven. Hallo allemaal, het is weer de volgende dag. En ik ga niet een dag vloggen, maar gewoon even stukjes. Want het is vakantie, het is zomervakantie. Ik weet even niet welke datum het is, want ik kan mijn telefoon niet vinden. Wat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk gewoon even bezig in huis. Gisteren wou ik ook nog wel meer gaan vloggen. Alleen, we gingen op een gegeven moment de deur uit en ik had mijn camera niet mee. En toen zijn we direct de hele dag weg geweest. Dus we hebben allemaal dingen achter elkaar aan doorgedaan, dus ik had mijn camera niet mee. Wat jullie nog wel zagen was een taartje en een schaakspel, want ik ben jarig geweest. Dus vandaar taart. En nu ben ik oud, want ik ben 21. Die eieren die jullie steeds in beeld zien, die heb ik gekocht in de dierentuin. Dat hebben jullie wel kunnen zien in de vorige vlog. Er komt een dinootje uit. Ik vind het wel grappig. Dus ik laat jullie ook even zien hoe de dino groeit in deze vlog. Ik zie in huis nu nog een beetje een bende. Ik heb de slaapkamer wel even opgeruimd, dus hier is geen bende meer. Ik heb dat hele matras naar de woonkamer gehad. En de lastbodem eruit gehad om daaronder te kunnen stofzuigen. En dat raam daar schoongemaakt, dus daar in het hoekje zie je al de oude gitaar. En hier is de nieuwe gitaar. Deuster. Hé, daar is mijn telefoon. Goh. Blondje. Het is inmiddels 6:10. Het is nog steeds dezelfde dag als de filmpjes hiervoor. En ik heb het nu een beetje netter gemaakt. Ik ben nog steeds bezig met de was. Zo tussendoor een beetje dan, hè? Want dat doe je natuurlijk niet constant. Want dan mag ik de wasmachine en dan boeien. De eitjes van de dino's zijn wat verder. Ja, ik weet dat het kinderspeelgoed is. Maar ik vond het gewoon even grappig. Voordat mensen dat zeggen. Want dat is speelgoed, ja dat weet ik. Nou, ik was wel benieuwd hoe dit zou lijken als ze uit een eitje komen. Ik vraag me af of ze nog verder groeien. Niet in de kast. Nee. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Ik weet niet waarom. Gewoon omdat het kan. Omdat ik me verveel. Omdat jullie een vlog verwachten waarin je dingen ziet. Dus... laptop staat klaar, want ik ga even rekeningen maken. Het is nog van deze maand. Het is vrijdag en wij zijn bij de sportschool. Want we hebben net gesport. Ik denk niet dat ik hier mag filmen, dus ik spreek jullie zo. Daar zijn we weer. Last van de zon, die niet zo heel fel is, maar hij is er wel. Lee? Ja? Wat heb jij gedaan in de sportschool? Krachttraining. Alleen maar krachttraining? Nee, ook de crosstrainer en zo. En welke crosstrainer? Nou, de crosstrainer. De crosstrainer. Nou, dat was het over de sportschool. Dan ga ik nou weer naar huis. Hallo, het is inmiddels 10:50. En ik ben even met Lisa meegegaan. Daar is Rudy Brinkman. We zitten even te eten. Contact. Ja, hi. En Lisa en ik zijn aan het kuiten. We zijn shithead aan het doen. Ja, wat niet echt van de grond komt, maar goed. Nee, want we waren aan het eten ondertussen. En nectarine.
Er staat chocomel op, maar het is koffie. Nog een keer. Nee. Wie heeft deze opgegooid? Jij. Ik? Mm-hmm. Als ik deze heb opgegooid, dan ben jij nu hoger dan de J. Oh. In plaats van ik. Oh. Het draait de beurt om. En dan moet ik hoger dan de J. Ik heb hem de hoogste kaart. Ik had het op de film moeten hebben. Lee? Ja? Vertel, wat is er gebeurd? Oh, nou, het regent op mijn hart en mama die wou de handdoeken er snel af hebben. En dat ging een volledige topsport. Ja, wat een weer. We wouden net weggaan. Wow. Nou, het regent een beetje. We wouden net weggaan. Lies moet de trein halen over een kwartier. En ik zou mee fietsen. Een leertje. Oh. God, dat was heel plotseling, denk ik. We hadden het net nog over het weer. Ja. Dat het zo slecht weer was. Ja. Gaan we met de auto? Ja. Yes. Drama dit. Had zelfs verwarming binnen dit of zo. Vandaag is het zaterdag 30 juli en het is nog ochtend. Het lijkt nog een beetje bewolkt, maar ik hoop dat het vandaag wel weer een mooie dag gaat worden. Vandaag is de laatste dag dat ik ga vloggen. Een beetje apart. Ik weet niet wanneer ik begonnen was. Maar niet. Het was geen hele week, maar gewoon een paar dagen. En ik ben nu een tosti aan het maken. Dan ga ik tosti eten. Dan ga ik yoga doen. Dan ga ik douchen. En voor de rest weet ik nog niet wat ik ga doen. Het is inmiddels weer een stukje later. Het is nu bijna 2 uur. En we gaan nu schaken. En ik heb weer koffie. Hier zijn de dino's. Wow. Het voelt vet vies. Het is nu 4:30 geweest. En we gaan naar de blokker. Want ik moest daar nog heen en was ik even vergeten. Daarom gaan we pas zo laat. En dat bedacht ik me net. En toen dacht ik, oké, we moeten nu. En de dino's zijn bijna uit hun ei. We zijn nu aan het eten. Aan het eten? Aan het eten. En hier is het. En ik wou het eigenlijk laten zien of ze nog niet begonnen waren, maar ik was weer vergeten dat ik aan het vloggen was. Buiten. Ik weet niet hoe laat het is. Weet jij dat? Het is mijn koffer. Het is 9:55. Doe maar op. We zijn nu weer terug en het is 10:30 en we gaan nu Monopoly spelen. En dat is net sinds vandaag nieuw. Dus ik wist niet wat voor poppetjes het kan zijn, maar het is Poes.